En Cynthia McLeod was een van de personen die gisteravond een award in ontvangst heeft mogen nemen uit handen van de Braziliaanse ambassadeur. Deze award is overhandigd aan personen die hebben bijgedragen aan het versterken van de banden tussen de twee landen. McLeod was aangenaam verrast hiermee. Ook was ze blij verrast met het winnen van een ticket naar Belém. McLeod was zeer onder de indruk van de speech van de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar in verband met de viering van 197 jaar onafhankelijkheid van Brazilië vandaag. Kijk, er is een brand in het Amazonegebied. En de hele wereld komt met kritiek op Brazilië. En toen ik dat ding ook zag, volgde op televisie, dacht ik bij mezelf, jullie zijn stapelgek. Jullie hadden ook bossen. Je hebt je bossen weggehaald om industrie te maken. Daarvan ben je rijk geworden. En nou mag een andere persoon niks met zijn bos doen. Ah, ik bedoel, kijk naar jezelf. Dus ik vond het prachtig en ik weet bijna zeker dat alle ambassadeurs van Brazilië vandaag deze speech hebben gehouden. Ja, in die case van laat mij bepalen wat ik doe met mijn bos. Ja, en wij zijn, en daarom legt hij uit, wij hebben zoveel procent van ons land, wij houden het bos. Wij doen wel wat aan, aan het klimaat, jullie niet. En omdat jullie het niet doen, komen jullie nou tegen ons schreeuwen omdat er een stukje van ons bos brandt. McLeod is echter ook helemaal vol van de fundraisingsactiviteit die morgen gehouden wordt in verband met de restauratie van het huis van Elisabeth Samson. Volgens haar zijn alle kaarten uitverkocht. De schrijfster en historicus vindt dat Surinamers hart moeten hebben voor deze zaak. Dit is voor Suriname. We gaan voor Suriname iets geweldigs doen. En het gaat veel geld kosten. De restauratie gaat veel geld kosten. We gaan hulp krijgen van buiten. Maar het mooie is dat Suriname zelf eraan meewerkt. Nou is het ook echt iets van Suriname waar Surinamers trots op kunnen zijn. Ja? Zo blijft weer een cultureel erfgoed van ons goed bewaard. Maar niet alleen het gebouw, want we gaan het helemaal inrichten zoals het was bij haar. Dus het gaat de plek worden waar mensen kunnen komen en niet alleen horen, maar ook zien en ervaren van hun geschiedenis. Alus Cynthia McLeod, met wie wij onder andere hebben gesproken over het exclusieve fundraising event dat morgen in het ballroom van Torarica wordt gehouden met een speciaal gastoptreden van Denise Djana.